Roy Kortsmit, met welk gevoel ga je nou de winterstop in? Ja, met een rot gevoel natuurlijk. We staan er niet goed voor. En vandaag was ook weer niet goed van onze kant het grootste gedeelte van de wedstrijd. De eerste helft was nog redelijk en hielden we goed stand. Alleen de tweede helft, na de goal laat je elkaar eigenlijk weer een beetje zakken. En dat is niet de bedoeling. Waar heeft dat mee te maken? Is dat een vertrouwensdingetje? Ja, misschien wel. Nogmaals, we staan er niet goed voor. En dan snap ik dat het vertrouwen bij sommigen niet heel hoog is. Nu kan ik me ook voorstellen, je hebt de laatste wedstrijd vlak voor de winterstop. Je speelt bij Groningen ook niet in beste doen. Het is nog een rommelige fase op dit moment bij Sparta. Maar dat je dan toch denkt op zo'n moment bij Groningen, nou, misschien dat we daar dan nog iets kunnen doen voor de winterstop. Was dat gevoel er ook? Ja, tuurlijk. We hebben een goede week gehad, goed getraind. Toch wel weer wat vertrouwen gekweekt. En dan ga je gewoon hier naartoe voor de winst. En dat hebben we ook geprobeerd. Alleen je hebt gezien wat er gebeurd is. Was het een lastige week ook voor jullie als groep? Voor mij persoonlijk wel een beetje. Ik vind het heel jammer dat Alex weg is. En dat doet wel wat met iemand. Maar goed, we hebben met Dolf ook een goede week gehad. Dolf is natuurlijk al lang bij Sparta, dus dat was geen vreemde. En we hebben ook niet heel veel andere rare dingen gedaan of zo, dus dat was prima. Er wordt ook heel driftig gespeculeerd natuurlijk aan alle kanten. Het meeste vooraanstaande naam die rondgaat is Advocaat. Hoe zou je het vinden als hij trainer zou worden van Sparta? Ja, tuurlijk zou ik super vinden. Als een man met zo'n status ons wil komen helpen. Daar moet iedereen bij Sparta en de spelers denk ik alleen maar blij mee zijn. Hoe wordt daarover gesproken in de kleedkamer? Iedereen leest het natuurlijk. Alleen, je hoort toch ook wel wat, neem ik aan? Nee, wij hebben niks gehoord. Het enige wat je ziet is wat je leest. En dan zie je advocaten af en toe voorbij komen. Ja, ik weet hoe het in de voetballerij gaat. Je wordt vaak eerst 100 namen voordat er een trainer komt. Ja, uiteindelijk zal er nog wel meer moeten gebeuren dan alleen een nieuwe trainer, denk ik. Een aantal versterkingen zal niet verkeerd zijn, denk ik. Ik denk ook als je kijkt ook naar vandaag, waar het aan schort natuurlijk bij Sparta, doelpunten maken. Ja, daar hebben we heel het seizoen moeite mee. Voor de laatste twee wedstrijden gaven we weinig doelpunten weg. Alleen dat gaat nu ook een stuk minder. Dus dat is ook iets waar je zorgen over maakt. Maar goed, er moet wel bij. Als we even naar de wedstrijd van vandaag kijken. Hè. Op een gegeven moment, je gaat met 0-0 de rust in. Dat was al een wonder, want zij waren al een paar keer dicht bij een treffen. Dan kan ik me voorstellen dat je in de rust tegen elkaar zegt van jongens, we gaan er nog voor. We gaan er nog iets van proberen te maken. Ja, dat, zoals we al vaker hebben gezien dit seizoen, binnen een paar minuten na de rust 1-0 achter. Ja, zeker. Het gevoel was goed in de rust. We waren niet beter als Groningen, maar we hielden goed stand. En je weet dat met hun schoot ook een keer op de paal, op de lat. Dan weet je, in zo'n wedstrijd kan het wel eens goed gaan vallen voor ons. Daar hoopten we ook op. Je ziet hoe de tweede helft weer begint. Ik kan me ook voorstellen, je houdt er nog een aantal ballen uit. Dan denk je voor jezelf als keeper lekker. Maar uiteindelijk ja, toch met lege handen. Dat is een beetje dubbel voor jou, denk ik ook. Ja, tuurlijk. Je kijkt altijd ook naar je eigen spel en naar de teamprestatie. Ik mag vandaag tevreden zijn denk ik over mijn eigen spel. Alleen voor de rest was het natuurlijk niet veel. Wat ga je doen met de kerst? Ik ga niet zo heel veel doen. We hebben niet zo heel lang vakantie. Dus ik doe het lekker rustig aan met familie.